Dames en heren, wat tof dat jullie luisteren naar de Balans Podcast. Voor de mensen die aflevering 1 van seizoen 3 hebben gecheckt, bedankt voor de stream. Thanks voor jullie reacties en voor al jullie liefde. Het doet me zeker goed. En ik heb hier uh, bij deze uh, twee mededelingen. Er zijn vragen gekomen uh, vanuit mensen die nog steeds met me willen praten over verschillende onderwerpen. Is het nog mogelijk om podcast uh, op te nemen, maar dan vanuit afstand? Want ik snap wel dat deze vraag nu naar binnen komt omdat we nu zitten met uh, ja, de harde maatregelingen volgens de RIVM. Want de uh, coronavirus is zich aan het verspreiden over de hele wereld. Jazeker is het mogelijk. Want lijkt het je nog steeds leuk om op afstand te praten over muziek uh, slash uh, cultuur. Laat het even weten via de DM of via e-mail. En de volgende mededeling. Jullie gaan zometeen luisteren naar de podcast met Babak Salmanian. Er worden wat evenementen en projecten genoemd. Ik kan jullie bij deze zeggen of ze zijn verplaatst. Of ze zijn afgelast, inderdaad, uh, volgens de harde maatregelen, volgens de RIVM. En uh, voor de mensen, uh, neem die maatregelen wat serieus. Blijf thuis, uh, goed drinken. Zorg goed voor jullie mensen. En uh, blijf gezond. Alleen maar liefde. En ik wens jullie bij deze heel veel luisterplezier. Love up! Yes, dames en heren, jullie zijn nu op dit moment ingetuned uit de Balans Podcast. Mijn naam is Romario Martins, ook wel bekend als Pro Mario. En dit is een programma waarin het draait om cultuur, muziek en kunst. En uh, we zijn nu aangekomen bij de volgende episode. Want in deze aflevering ben ik niet alleen. Nee, 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 nee. Want ik heb een uh, persoon uitgenodigd. Over algemeen is hij een uh, presentator voor evenementen. En hij doet af en toe wel eens mee aan uh, programma's voor online video's. Um, ja, programma's zoals koken met artiesten of reportages maken. Verder uh, is het een gozer met heel veel lef. Hij weet wat, uh, hij weet wat mensen te vermaken met wat uh, fattoes, grapjes, om maar zo even te zeggen. En hij is ook regelmatig te vinden bij jongere centra's... In, als het gaat om hier in het Hoge Noorden. Uh, finally, mag ik hem uh, ontvangen hier in de studio? En ik mag hem ook wat pittige vragen stellen... En ja, weet je, tofste is, uh, ik uh, ga waarschijnlijk hem, uh, ik ga proberen om hem even aan de tand te voelen. Maar we doen ons best, dames en heren, I got Babak. Goedenavond. Ja man, Babak Salmanian. Ja toch, fucka. Ja man, hoe is het? Rustig man, met Ja, heel rustig. Mag niet klagen, ik Moze. ben uh, weer aan het podcasten man. Ik mag eindelijk weer met iemand in gesprek. Gezellig. Ja, dat doet me wel even goed. Ja toch, belangrijk, ja. belangrijk. Ja. 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 Heb ik jou goed geïntroduceerd? Supergoed, kon ja? niet beter. Ja, kon niet beter. Kon niet beter. Ja, ik was nog vergeten dat je papa bent van hoeveel kids? Drie. Drie, man. Drie. Ja, ja, man. man. Drie. Flexie, man. Hoofdpijn, maar ja. is leuk. Van Irenees afkomst? Zeker. Ja. ja, En je kinderen zijn half Irenees, half Antilliaans? Klopt. Ja. Dus uh, um, ja, de hoofdpijn. Uh, nee. <laughs> Zeker hoofdpijn. Nee. Zeker hoofdpijn. Broer. Nee. Te gek, man. Te gek. Tof dat je er bent. Tof dat Sowieso, je tijd hebt uh, kunnen maken. Um, ja, ik uh, heb je al eens een keer eerder meegedaan met podcast? Nee, nooit. Nee, ja? nee. nee? Nee, is mijn eerste keer. Wauw. Dus <laughs> ik uh, heb de blessing gekregen om jou... Uh... Sowieso, broer. Ja, man. Thanks for the love. Dan. Sowieso. We gaan way, way back, toch? back, toch? Ja, heel way back. Dus uh, uh, ik ben blij. Ik ben blij uh, om sowieso... Uh, ik uh, had al een lijstje gemaakt, zeg maar, 2020. Ja. Yeah. Daar moet die babak even in komen. Want er zijn natuurlijk wel even wat vragen of wow. wat... Oh. Dingen, want ik wil even wat dingen uitzappen. Begrijp ik, je? Ik zeg alles. Ja? Ik vertel alles. Ik mag <laughs> alles vragen, broer. Ja. Hoe lang ben je eigenlijk al actief zeg maar, als presentator? Gewoon in discotheek bedoel je? Sinds al algemeen. Al Algemene sinds ik 16 ben of zo, 17 begon ik, man. 2003 was het ongeveer, 2002? 2003, 2002 bij New Attraction. Zo, dan ga je echt way back. Ja, wat is dat ja ik vreemd? kan me nog herinneren dat. Er was een editie 2.0, toen was het uh, net in dat Lange Frans met straat remix kwam en zo. Dat was dat periode, toch? Klopt, man, met negatief. Ja, sick. Klopt. Want, -hoe, -hoe. Uh, hoe hou je dat zo vol, man? Uh, waar komt die gedrevenheid? Hoe ben je zo actief in deze game? Ik weet niet, bro. Het is, uh, je weet toch, je bent erin gerold. Ja. En ja. En, en vanaf nieuwe Attraction werd je vaak gevraagd om te hosten, om te MC in discotheek. Ja. Yeah. Dus dat gaf wel de doorbraak. Ja. Yeah. Maar even voor de mensen thuis, want waar is het specifiek begonnen? Het is echt begonnen in Two Brothers Harkstede. Ja. Yeah. Dat was mijn eerste avond. Die discotheek bestaat al lang niet meer. Toen was ik echt 16, 17 of zo. Daar is het echt begonnen. Dat was mijn eerste show met Nino. Ja. Yeah. Daar is het echt begonnen. En zo man. ben jij dus nog tot heden goed connected met Nino. Sowieso. Man. Nino uit Zandam, de n n Ja, LSD. Toch, Ja, toch. Ja, classic shit, man. <laughs> yes. <laughs> ja, ja, super tof. Want, um, ja, um, ja, nou, je hebt al inderdaad al verteld hoe je zeg maar terecht bent gekomen. Want je begon eerst als eigenlijk als flyeren. Klopt, man. Als je ging eerst met Roberto, was het Matti van me? Ja. Ik ging met hem flyeren en zo op straat. En, en, en daarvanuit is, uh, is het naar MC gegaan. Ik weet ook niet hoe. Nee. Je weet toch, maar ja. Het ging gewoon natuurlijk. Ja, het ging echt natuurlijk. Ja, want ik weet nog wel, ik kan me nog herinneren, zeg maar, dat ik ooit een interview zag en er was volgens mij, ik meer van wrong, met lange Frans was met iemand en die zei van, uh, ja, hier in Groningen, keer babak, ja, dat is die man die over mijn boekingen gaat. Serieus? Ja, ik heb, heb zo'n item een keer gezien. Oké. Okay. <laughs> en die kessel zo'n naar lange Frans dan als hij dat gooit. Ja. Ja, toch? Als hij ja. dat zegt. Ja, man. Ja, Lange Frans. We gaan... Ja, met hem ga ik ook echt way back, man. Met ja. Lange Frans en Bas ja. Ja. ja, crazy, man. Crazy. Ja, toch? Is echt lang geleden, bro. Ja, ja. Want, um, 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 want verder, je wordt ook wel eens involved in die, in die evenementen, toch? Hoe bedoel je dat? Je wordt wel eens betrokken in evenementen. Ja, verloopt hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werking eigenlijk? Hangt er vanaf wat voor evenementen het zijn. Je weet toch, bijvoorbeeld bij vaste... Organisaties ben je gewoon de vaste MC. Ja. En, en bij evenementen, ja, hangt er vanaf, man. Ja. Voor wie en voor wat het is. Ja. Ja, wauw. Ja, dus je bent echt goed uh, gedreven in die coaching, man. Ja, man. Ja. Ik ben er ook echt lang mee bezig geweest, je weet je toch? Ja. Ik ben er erg lang mee bezig geweest. En wanneer kreeg je eindelijk dat gevoel en dat erkenning dat je zoiets had van: oké, okay, dit, dit is het, dit gaat hem worden? of... Nu Heb ik eindelijk waar ik terecht wil zijn toen ik met babak? Edweer begon, ja, ja, man. Toen dacht ik: Hey man, je werd ook echt overal herkend. hè. je weet ja. toch? Je werd echt overal herkend. Was wel even aan wennen, natuurlijk. Ja, 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 ja. als je met je kind door de jumbo liep, kwamen mensen naar je toe. Mag ik een foto, ja, en mijn ja. zoontje? Je weet toch? Die was in shock, hè? ja. Wat doet papa? Ja, eigenlijk wat doet kouden? papa dan? Ja, je weet ja, toch. Ja, ja. En hoe kijken je kinderen dan, zeg maar? Z Zij vinden het geweldig, mijn zoontje. kijkt nog steeds, babak eet weer soms wel eens ja. op de laptop. Hij vindt dat wel gruwelijk, jeet toch? Ja, ja. En, en wat doet dat met jou, zeg maar, als persoon? Ja, ik vind dat wel gruwelijk, je toch? Dat je zo naar je opkijkt en, en, en dat hij gewoon zegt, hé hey, papa op YouTube en zo, jeet toch? Ja. Het doet je wel goed, man. Ja, het doet je wel goed. geeft jou heel veel energie en motivatie ja, dat is in ieder geval. Ja, ja. dat is sowieso. Ja. ja. Ja, um, leuk dat we muziek op de achtergrond hebben, maar we hebben nog een uh, studio hiernaast. Okay. Maar ik ga even weer terug, want okay. ik heb jou geïntroduceerd. De naam Babak, ja. waar komt dat vandaan? Uit Iran. Ja, hoe is die, jou, hoe is die is naam jou gegeven? Weet je dat? Nee, dat is, een, dat is me echt vaker gesteld. En sommige mensen dachten dat het mijn artiestennaam was, maar die is echt mijn echte naam. Ja. Ik weet niet, bro. Ik heet gewoon babak. Ik weet ook niet hoe Nooit, Nooit gevraagd aan je Never. familie? Never. Nee man. Nee man. Ik heb nooit echt gevraagd hoe dat hoe dynamisch ontstaan of waar het vandaan komt. Maar ben je dan ook niet super nieuwsgierig om te weten van oké, okay, nu wil ik echt weten waar deze naam opt. Ik doet. denk dat ik dat echt heel snel ga onderzoeken. En dan krijg jij de antwoord op. Ja? ja? Ja, ik denk dat iedereen wel de antwoord krijgt. Kijk, weet je wat het is? Als je. kijk, kijk, iedereen leeft nog. Dat is een blessing. And Sowieso. Vaak is het, uh, ik ben eigenlijk nu ook net tot ontdekking gekomen van. Ik weet waar mijn naam vandaan komt, want yeah. ik ben vernoemd naar de voetballer. Maar ik weet ook wel weer van. Ik moet verder vragen. Van oké, okay, waar komt die achternaam vandaan? Of whatever, whatever. Snap ja, je? Toch. Want als ik het nu weet, ik kan het aan elk familielid vragen, maar je dichtstbijzijnde, je ouders, die kunnen het je beter uitleggen omdat ze ook hier. In Nederland wonen en je bent zo dichtbij. Klopt. Want ben jij ook hier geboren? Nee man, ik ben in Iran geboren. Ja. En wanneer ben jij van Iran zeg maar, naar Nederland gegaan? Hoe is dat eigenlijk gegaan? Pff, uh, ik, was, ik was één of zo. Ik heb vanaf één tot en met vierde heb ik in Duitsland gewoond met ja. mijn echte moeder. Toen ben ik naar Nederland gekomen toen is mijn moeder hier gestorven. Ja. En ja, toen zijn we hier gebleven man. Veel asielcentrums meegemaakt en zo, jij toch? Ja. Veel drama meegemaakt, maar ja. Ja, ook veel dingen geobserveerd en zo. Wat, ja. wat, wat, is, wat, wat is nog wat je kan herinneren vanuit dat periode? Poeh, dat er heel veel, je weet toch, dat er heel anders was met de asielzoekers dan dat het nu is. Je weet toch ja. hoe, ze, hoe, hoe ze tegen die asielzoekers aankijken en zo, en dat soort gedoe. Ja. Het is heel anders en die asielzoekerscentrum zijn allemaal veranderd. Ik heb echt iets van 9 naar 8. Als Asielsconsums gezeten, man. Ja, ja. En, en, en kom je daar nog wel eens regelmatig terug om, om, om even... Nee, nee, eigenlijk niet. Nee. Want sommige zijn al weg, die bestaan niet eens meer. Nee. En, en want, kijk, ik kan me voorstellen dat dat, dat nog wel eens in je netverlies blijft. Je weet toch? Oh, zo bedoel je dan? Ja. ja. Het was geen leuke periode, je weet toch? Dus ik probeer het ook maar snel te vergeten wat ja. er was gebeurd. Ja. Om dat ook met je moeder te maken, had, je weet toch? Ja, ja. Dus en dat, is, dat is dan zeg maar de most painful uh, ja, things... Uh, wat nog? Oké, okay, nee, dat is duidelijk. Want dan houden we het daar ook gewoon <laughs> even bij. Ik, uh, hey, uh, je mag me verder vragen, je weet toch. Nee. Het is gewoon een periode geweest wat fucked up was, maar ja. ja. Ja, maar je wist het wel op een of andere manier te verwerken, toch? Ja, tuurlijk, of, uh... tuurlijk, tuurlijk. Het ja, ja. was wel eerst heel veel stress, omdat je met je pa woonde, je weet toch. Je pa ging s'avonds studeren, je was alleen thuis, je moest voor jezelf zorgen. ja. Hij was overdag aan het werk s'avonds bij Rijksuniversiteit Groningen. Ja. Dus dan was je alleen thuis, moest je alleen zelf zien te redden. Ja, 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 Koken ja. voor jezelf, de was doen voor jezelf. Ja. Dus je was eigenlijk al vroeg uh, volwassen aan het ja, leven. Man. Ja, man. Ja, ja man ja. dat sowieso. Want na je periode, want als je zo kijk, we wij kennen je allemaal van het Hoge Noorden, maar ja, toch? Waar in het Hoge Noorden heb je als eerst gewoond? <laughs> Veendam man. Veendam. Zee, man. Okay. Van Veendam ben ik naar Groningen gegaan. En ja. daarna kreeg we een huis in Vinkhuizen. Vinkhuizen. Dus je bent een uh, Finky boy. Ja, man. Heel lang, <laughs> Finky boy. Ja, ja heel ja, lang, man. Ja. ja. En daar is ook Babak Eetweer Weer begonnen. Klopt, ook, man. Ja. In de studio bij Sherlock, man. Ja. Babak Eetweer. Weer. <coughs> Hoe kijk jij naar dat periode? Te gruwelijk voor woorden, man. Ja. Want er was wel een periode geweest. Weet je, we kenden jou als host, en, 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 en we zagen je ook wel eens uh, op tv-programma's. Uh, maar je was voornamelijk echt op een podium te vinden voor festivals of klopt, voor discotheken. En, 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 um, wat mensen zeker moeten weten: Babak is een host, maar daarnaast is hij ook een MC. En daar zit zeker wel een groot verschil in. Veel mensen denken dat het hetzelfde is. Ja, toch? Daar, de... daar, daar kamp ik ook nog wel eens mee. Het <laughs> is vervelend, maar ja. ja. ja, ja. Weet jij dat, uh, moet je dat altijd uitleggen aan die mensen, aan die organisatoren? Of er heb je het er vanaf, bijvoorbeeld als je. Als je bijvoorbeeld voor een zoals zo nuf staat, ja? dan weten zij dat je daar als een MC staat. Jij ja. toch? Ook als presentator. Maar soms moet je ze nog wel even, jij toch, ja, ja, ja. uitleggen van hoe het zit precies. En wat heb jij het liefst? Presenteren, man. Ja, ja man. Ja, ja. Presenteren is leuk, maar jij ja. toch. Ja. Maar presenteren hou je dan liever bij alleen online dingen? Ja man. Okay. Ja man, dat is de beste. Ja. Hoe, uh, um, um, ja, want babak eet weer. Dat, 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 dat was er ineens. Klopt. Hoe, ineens. Want hoe heb jij dit gepitcht bij Sherlock? Ik ging naar Sherlock. Ik zei tegen Sherlock. Sherlock, ik wil bekend worden. Ja, echt. Ik wil dat mensen mij gaan herkennen. Ja. Ik vind dat aandacht gruwelijk. Toen zei hij ja. Omdat ik al zoveel rappers kende. Toen kwam hij met het idee om te gaan koken. Met rappers. Want dat bestond er toen nog niet. Nee. En toen... En, en, en toen, in dat periode, was er geen Boef, was er geen Moolabee, was er geen Ronnie Flex, snap je? Nee. Toen was er Keizertjes en Lexus en al dat soort. En je grote vriend patatbakken, Hef. Ja, hij kan echt niks. Maar ja, <laughs> dat terzijde. <Nee. laughs> dus ja, uh, en toen ging ik met die artiesten connecten. Toen zei ik, ja, ik heb een nieuw concept. Ja. Ik ga koken met jullie. En dat was ook nieuw voor hun. Daarom werkte ze ook echt leuker aan mee. Je weet toch. En ik was goed connected met ze. En ze voelden zich thuis bij mij. Ik nee. kon alles tegen ze zeggen. En ik had ook geen tekst. Want ik kon niks onthouden. Nee. Ik deed de intro wel zestig keer opnieuw. Roy werd helemaal gek van mij soms. Ja, we hebben het over Roy nog van Backbone. Ja man, ja, ja. Roy van Backbone. Soms werd hij helemaal para van mij. Ze ja. zei, die kan je ook echt niks onthouden. Maar je kan dat niet. Of ik wil. Of ik kreeg opeens slappe lach gewoon. <laughs> ik zweer het. Ja. Dus het was echt hoofdpijn. Ja, ja ik, 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 ik hoor je wat dat betreft. Ik heb ook wel eens vaak improvisaties gedaan. Totdat ik ook eigenlijk tot conclusie ben gekomen: van. Uh, yo, uh, step the game up. Laat mensen in ieder geval zien wat je ongeveer gaat zeggen. En dan uh, kun je weer verder. Ja, ik toch? heb ook inderdaad wel meer dan vijf takes gehad. Hé, hey broer, is vervelend. Je weet ja. toch? Vooral wanneer die camera op je is gericht en dan ja. Uh, ja. is het lastig, maar ja. Ja, nou maar op een gegeven moment was die aflevering er. Klopt. En, uh, en uh, hoe, uh, wat, wat kun je me nog meenemen naar die avontuur, die, die eerste aflevering? De eerste Want, aflevering, ik weet nog, als de dag van gisteren, was met Keizer bij I'm Aisha thuis. Ja. Ja, het was improviseren. Het was mijn eerste aflevering. Ik ging nog met de trein. Ik wist niks. Nee. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik wist alleen dat er moest gekookt worden met de rapper. Ik ja. had geen tekst, ik had helemaal niks. Ja. Dus ik moest alles improviseren. Dit was nog voordat YouTube trending er was, toch? Klopt. Ja, ja. ja. Dat was echt lang geleden. Maar ja, het is me aardig gelukt. Je weet ja, toch? Ja. Eerste aflevering ging hem. Tweede ging Para. En de derde mijn Lexa ging helemaal. Uh, ja. Daar, daar, daar hadden mensen ja al van. Want die, die aflevering ging echt kwijt volgens mij. Ja, maar die aflevering was ook echt puur, hè? je weet toch? Ja ik ken Lexus en met Campy heb ik ook eentje gemaakt die was ook gewoon puur gewoon ja. je weet toch ik kon alles tegen ze zeggen ik kon ja ik kon ze uitschelden ja. ik kon zeggen dat ze lelijk waren <laughs> ik kon alles tegen ze ja. zeggen Eén ding wat me nog bij is gebleven ja. uh, bij aflevering met Lexus ik zat daar echt te kijken ja en ja we weten allemaal Lexus kan heel goed uh, entertainen Lexus kan ook echt zichzelf zijn klopt maar één ding zat me nog af en toe het was babak je bent mijn bitch ja maar dat moet je voor lief nemen, man. Je moet nee, ik Lexus... zat me niet dwars, maar ik zat echt zo van: oké, okay, man. Hij zegt dit gewoon in front of camera en die staat gewoon. Ja, online. klopt. Veel mensen zeiden ook tegen mij: waarom pik je dat? Maar die is Lexus, man. Lexus mag alles zeggen, man. Jij ja. nee, toch? Ik zeg gewoon altijd alles tegen hem. Ja. Nee, weet toch? Ja. Veel mensen zaten ermee. Jij bent niet de eerste die dat zegt. Nee, ja. Nee, man. Broer. Nee, maar waar, waar het een beetje op neerkomt, zeg maar: uh, babak eet weer. Uh, je hebt dat gepitcht, gewoon. Gewoon uit je mond. En het was gewoon super overtuigend, Klopt. zeg maar, bij, bij, bij Backbone. Klopt, want ik was ook echt mezelf daar. Ja, want daarvoor uh, ben je nog steeds tot heden host en MC. Je was af en toe betrokken bij de organisatie en soms werd je gewoon daar neergezet. Klopt. Maar wat jij dus dan, wat ik dus nu uitpik, is: je hebt altijd ervoor gezorgd dat jij in contact bent gekomen met de artiesten. Klopt, ja. ja. Sommige artiesten, je weet toch, ze onthouden nog steeds wie ik ben, je weet toch? Mhm. Mm ze geven nog steeds de liefde die ze vanaf eerste dag al geven. Ja. En sommigen doen net alsof ze mij nooit nee. hebben gekend. Of, uh. Maar is het dan ook zo, zeg maar, want um, als ik zo uh, mag uh, horen, want jij bent die artiesten tig keer tegengekomen. Is of het leuk. ook zo dat je ze de contact hebt gehouden. en dat je dan zoiets had van: oké, okay, er is een event die wil mij boeken. en dat je dan op een gegeven moment hebt gezegd van: uh, Yo, ik uh, kan wel wat artiesten voor je fixen. Of, ja. Of, ja, ja. Dat heel vaak zelfs, man. Ja? ja, man. Maar er komen steeds, je weet toch. Jij weet geen, als geen ander dat er steeds weer nieuwe rappers erbij komen. Ja. Dus je moet wel uh, op de derde. Destijds details. toch ook. Maar alleen destijds was het moeilijk omdat je had mixtapes en je Klopt. had CD's. Klopt. En dat was moeilijk om aan een CD uh, te komen. Of in ieder geval je muziek uit te brengen op CD. Hè, zodat jij uh, op free record shops had. Klopt. Ja. En uh, ja, je moest het maar doen met internet en gratis download. Echt? Ja. En ik denk dat bijvoorbeeld wat Keizer destijds heeft gedaan: een um, 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 party squad. Dat waren, dat waren voor ons al de grote dingen. Klopt. Lange Frans was sowieso al de eerste die zo zat van... oké, okay, hoe ga ik ervoor zorgen dat mensen gratis tape van me downloaden... maar hoe ga ik ervoor zorgen hoe ik het op straat verkoop? Het was een hele slimme man, die Lange Frans. Ja. Hij heeft het heel slim aangepakt. Ja, precies. Ja, en en, 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 uh, en uh, ja, ik denk dat uh, wat jij dus uh, hebt gedaan... je was er vroeg bij, je hebt ze gewoon geconnect. Klopt man, ik was er heel vroeg bij. De hey, eerste show van THC. Ja. Is lang tijd met THC. THC tuindorp Hostelijk Klik. Ja man, is erg lang geleden. Ik ja. deed de eerste show van Atje en van Jay toen ze nog bij THC zaten man. Ja. Je weet toch? Dus, deze mannen zijn me nooit vergeten man. Nee. Is belangrijk. Nee. En elke keer hebben ze het altijd over jou. Klopt. In ja. een positieve hopelijk. Ja, altijd in het positieve, als ze zeggen dan. Ik heb ook wel eens gehost. Ja. Je, op bevrijdingsfestival en op andere plekken. Ja. Ja man. Ik, ik ben nu bezig met onderhandeling, maar ik zie dat Babak mijn belt. Kun je hem even ophalen? Dan denk ik, hoe de fuck ja. is die guy daar nog steeds? Je weet toch? Dus, ja, je, je, weet, moet, je, ja, je <laughs> moet nog steeds connected blijven man, met die mensen. Je weet ja. toch? Het is ja. belangrijk. Ja, uh, 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 uh. ja maar wat, wat zeg je dan heel vaak tegen die artiesten? Van, I got your back? Of is het dan van... Die artiesten bellen je soms op en zeggen, hé hey, Babak, kan je geen shootje voor me regelen? Ja. Dan zeg ik, tuurlijk bro. Jij toch dan fix je snel een showtje met ze. Ja. Maar ja. Ja. Wat, wat, wat is een van de... Uh, um, kijk, je hebt een, 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 een hoogtepunt gehad qua hosten. Je hebt waarschijnlijk ook een dieptepunt gehad. En dat is net als met online. Ja. Waar ging het... Wat, wat waren jouw dieptepunten? Daar was ik wel eens even nieuwsgierig de, naar. Van het hosten? Ja. Van mezelf of van de artiesten waar ik afkwam? Van jezelf of van waar mezelf. je hebt gestaan of whatever. Ik heb een keer... M maar dat is, ja, ik, ik, ik ben een keer keihard gevallen van het podium af. Ja. In Veendam was dat. <laughs> Broen, Wie want, heb je gezien? Uh, je, nou, ze hoorden mij vallen dus. En ik had heel veel pijn. was in Dancefield -wilder in Wildervank. Wauw. Ja, was vlakbij Veendam. Ik heb niet echt, echt dieptepunten gehad. Ik heb wel eens gezeik met artiesten gehad, toch? Je weet toch, problemen met artiesten gehad. Ja, ik heb wel eentje meegemaakt, ja. Ja man, ik ah. heb wel eens problemen met artiesten gehad. Ja. Ah. En, en ja, maar ja, hoe oud was ik toen? Ik was toen 19, 18, ik weet niet eens hoe oud ik was. Je, je weet toch, je wordt op een gegeven moment ook volwassen. En dan, en, en, en dan ga je wel duidelijk tegen die artiesten, artiest zijn. Je weet yeah. toch. Want sommigen maakten misbruik van me. Toen ik nog jong was, <coughs> konden ze alles van me pikken en zo. Je weet ja. toch. Maar nu moet je wel streed met ze zijn. Maar ja. ja, iedere dag komen er weer nieuwe rappers bij. Dus dan... Ja. Ja, crazy hè. Is echt gek hè? Ja, we leven nu ook in een tijd. Ik denk dat dat sinds uh, we nu heel veel. We, we, gaan nu, we hebben nu heel veel over de back in the days gehad. De, de meest uh, moeilijke tijden, waar jij dus dacht van oké, okay, daar zit gat in de markt. Ja, toch. Nu ga ik met jullie connecten. Nu ga ik jullie daar connecten en ik ga jullie daar zetten, whatever. Maar nu zitten we in een tijd, inderdaad, dat. Internet is echt blowing away. Uh, we hebben een Spotify, we hebben dus een YouTube. We, 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 we hebben alles de... tegenwoordig. We toch? hebben alles tegenwoordig. Sommige artiesten hoeven bijvoorbeeld uh, zich alleen maar te focussen op wat ze streamen in plaats van: uh, ik wil op het podium zien. Klopt. Ja. En, 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 uh, en uh, merk je ook wel weer, uh, uh, want nu we dan elke. Ik denk dat we nu bijna elke maand een, een nieuwkomer hebben waarvan we denken: van die moeten we in de gaten houden. Klopt. Hoe ga jij ermee om? Ik hou ze heel goed in de gaten. Ik heb een mattie van me. <laughs> en hij luistert dag en nacht naar nieuwkomers. Dus hij zegt tegen mij... Babak, je moet op dat checken. Je moet op die checken. Ja. En hij was de eerste die tegen me zei... Een paar jaar geleden, je moet Seven Alias boeken. Ik kende die hele jongen niet. Nee. Toen had ik Vrenna geconnect. Otje Taylor, toch? Was het? Klopt. Ja, ja, toen had ja. ik hem geconnect. En toen zei Vrenna... Ja, Seven Alias moet je zeker gaan boeken. Ja. Toen uh, boekteken. Maar er zijn zoveel nieuwkomers op dit moment. Is echt niet normaal. Ja. Sick. sick. Is echt heel sick. It makes you happy. Zeker. Ja. ja. Er zijn sommigen die wel goed kunnen rappen. En sommigen dat je denkt. Uh... Ja. Maar je hebt nu, je hebt nu wel. Um, in Ieder geval een, 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 een bredere. vorm van muziek. Cool. Sommigen zetten zichzelf wel als rapper neer. <coughs> maar sommigen zijn oprecht. Uh, ik ben een pop Of een urban artiest. Ik denk dat wat Frenna nu doet. Frenna begon een beetje rapzangachtig. Maar Frenna zit nu wel veel meer in de. Hoe zeg je dat? Hij zit nu veel meer in de popmuziek. Dus um, de erkenning van de Nederlandse popcultuur krijgt hij niet helemaal. Nee. Maar gelukkig hebben wij wel mensen die dus in de coach zitten. zijn rug. Je weet toch? Tuurlijk, bij, bij, sowieso man. Frenna is ja. koning nu, hè? Ja. Frenna ja. is koning. Ja. Had je dat al vroeg kunnen voorspellen toen je hem... Um... Ik wist wel dat Verena... Je weet toch wanneer SFB boekte? Ja. Was Frenna de koning van SFB. Ja. ja. Dus hij was echt de voorgrond, de baas van SFB. Ja. En nu, kijk waar die man is. is ja. toch niet normaal? Was jij ook de eerste die hem hier had neergezet in gevangen? Frenna Solo? Ja. Nee. SFB? SFB wel, man. Ja. SFB heb ik zo vaak. Poeh. Ja. Ja, soms zei je ook gewoon SFB. Ja, <laughs> SFB. En die keer naar SFB. Man. Maar hun gaan ook wayback, hè, broer. Je ja. ga echt wayback. En Frenna is nu ja solo. ja, ja. Is wel hard hoor. Ja. Broederliefde wist ik ook wel dat dat een beetje via jou gaat als het gaat hier in. De ja, 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 maar broederliefde ben ik altijd meegekomen. Broederliefde heeft echt. Kijk hoe groot ze zijn. Ze, hebben, ze weten nog steeds wie babak is. Het is belangrijk, hè. Ja. Je weet toch? Ja. ja, ja, ja. Proef de is ook echt uh, gruwelijk. Ik, ik, ik heb nog een oude footage. Ja? Ja, 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 man. Shit, man. Dat was in de ik, periode met um, half Work Pays of 2. Ja? Ga was... je nu iets raars vertellen of niet, ProMario? Huh? Ga je nu iets geks vertellen? Ga nu iets. Nee, ik nee, 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 vertel, nee. Vertel, mag wat, alles dat, vertellen. Dat, dat, was, dat was gewoon zo'n fatsoen momentje dat Enzo <tie> jou vraagt: Babak, eet je kwant of niet? Oh shit. Vroeg Enzo dat? Ja. Ik ga dat hem is. zo connecten. En, en wat zei ik daarop dan? Ja, en jij dan? <laughs> Zei ik dat echt tegen hem? MC, ga je zo connecten? Maar dat broer. was meer een Fatou dingetje, toch? Oké. Okay. Ja, ja. Mm, ja. Voor hem was Fatou voor mij? Voor jullie allebei. Jullie zaten <laughs> gewoon zwaar ooren, dacht ik. Wie? Hij. Jullie alle twee. Maar hij stelde een serieuze vraag, hè? Ja. <laughs> maar dit was gewoon ooren toch? Ja, dus, toch? Uh, dus uh, sowieso shout-out naar heel broederliefde. Sowieso man. Maar, um, maar ik, heb, ik heb die footage nog, ik ga hem nog een keer met je delen. Ja man, ik. die heb ik echt nodig. Ja? Ja, ja toch? Ik ga, ik, ga, ik, ga, ik ga hem even kijken in mijn harde schijf. Ja toch, een, ik stupid. heb hem echt nodig. Ja. Die moet ik echt hebben. En ik heb volgens mij nog een filmpje: oh shit. Dat, uh, dat jij keihard zat te lachen oh. dat Mella in een soort van uh, um, uh, Volendamse kleding zat. Oh ja. Kledingdracht. Dat was in Oosterpoort. Ja, ja, man. Toen kwam jij ze interviewen, toch? Nee, ik hem geen oh. interview. Oh ja, ik, ik, Michael. Uh, ik uh, was via RM geconnect om hem te checken in ieder geval. Om hem te beseffen. Het was echt grappig. Maar ik kwam... Broer, die lach was oprechte. Ik kwam er niet meer bij. Het ja. staat nog steeds op oogtv, volgens mij. Het was via HoogTV gedaan, toch? Ja, via HoogTV. Ja, ja, ja. ja. Wat een tijd, hè? Gekke tijden. hè? Ja. Nou, wat, wat is jouw allergekste tijd eigenlijk? Want... Mijn gekste tijd, ik ga jou eerlijk zeggen, was met Campy, man. Ja? Ja, man. En welke periode, welk jaar was dat? In het, in het begin, toen ik kwam met zoveel stress. Zoveel stress. Ik, dan moet ik even terugduiken. Ik denk dat het ongeveer 2006, het 2006 2007 niet, was of zo. Ik zou je zo kunnen geloven. Ik weet het echt niet, maar dat was erg lang geleden. Dat was echt gekke tijd met Campy. Ja. Wat, 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 wat voor gekke tijd? Ik momenten. deed zoveel shows met hem ik zag hem op een gegeven moment vaker dan mijn eigen vader thuis, broer. ik zag hem zo vaak, ja. het was gewoon abnormaal. ik deed zoveel shows, gewoon door de week, hè, gewoon scholierenfeesten en ja. zo dat soort dingen, je weet toch? vroeger kon, kon je makkelijk boeken via boek, zonder boekingskantoor. Ja. kon je ze makkelijk connecten, jeetje je toch? jij ja, was de boekingskantoor. ik was de boekingskantoor. <laughs> het geld ging als een boekingskantoor. maar ik heb echt met campy heb je echt gekke dingen beleefd en met yes Air. Ja. Yes R is nog steeds je Mattie, hè? Ja, man. Yes Er da Day een one, broer. Daar heb ik een verhaal van gehoord. Simplon. Was mm. jij de eerste, volgens mij, die hem daar neer heeft gezet met yeah. Ali B? Zo, weet je hoe lang geleden? Dat was met Kerst. Ja, want ik uh, sprak dus iemand. Oh shit. Um, Noem naam, alsjeblieft. Nick Steenge. De oude <laughs> ja, manager ja, van ja, uh, ja, Kraan. Ja, ja, ja. Hij zei: Ja, man. In één keer komt Babak binnen. En. Uh, hij Komt naar ons toe en hij zegt: Ik kan gewoon Ali B en JSR voor jullie neerzetten, of daar kwam het op neer. Ja, klopt. Oh shit. En hun ja. geloofden en, het niet en hun geloofden hun geloofden ogen niet. Nee, snap ik. En uh, in één keer had jij gewoon geregeld dat uh, ieder zijn eigen gage kreeg en hadden ja, zoiets van zo'n deal. Nou, ik ben wel benieuwd. Ja, event vond plaats en mensen zich druk maken. In één keer stonden die twee jongens gewoon klopt, maar op Ali op. is ook de meest, de meest, de meest lieve. Aardigste rapper die ik ken, man. Ali. Ja. Hij is echt puur. je ja. toch? Maar met hem, wow, met hem deed ik ook echt gekke shows. Simplon deed ik met hem. Ja. Drachten deed ik met hem. Overal. je ja. toch? Echt gek, man. Dat ja. waren gekke tijden. Ja. Wauw. Ja, ja, wauw. Want om maar even, want we praten nu heel random, maar we hebben, zitten nu al steeds meer in het hosting of in het gekke avontuur van je. Um, ja. Um, hosten, ik bedoel, um, neem ons mee na de periode dat het even down ging. Want toen het down ging, toen ben jij gaan beginnen met online videoshows gaan maken, toch? Of hoe moeten we dat. Het ging niet echt down. Ik had, mijn ex werd toen zwanger, toen had ik weinig tijd. Ja? In het weekend, toen had ik mijn kids, toen dacht ik: ja, ik moet wel iets gaan doen, man. Ja. Toen kwamen die YouTube. Ik heb echt heel veel op YouTube gedaan. Ik heb Punch Out Battles gedaan. Ja. Ik heb Babak Smilt weer gedaan. Ik ja. heb Blokbars. Dat was wel de gruwelijkste, man. Ja? Blokbars. Ja, man. Dat was wat, wat, echt... wat was er zo gruwelijk aan? Je ontmoette nieuwe rappers. En ik kreeg dus een lijst. Ik wist mijn god niet wie Tariq was of wie. Wie. Wie, wie Poke? was? Wie poke... Oh ja, Poke. Ja. <laughs> Ook, ook zo'n irritante vent. Ja. Wie pook, ik kende ze niet, broer. Je weet toch, je krijgt gewoon een lijst, daar moet je bij langs. Ik kreeg geen tekst en daar moet je het maar mee doen. Je weet toch? Na ja. aan het einde moesten ze dus gaan spitten. Dat was echt een leuke programma om te maken. Blockbars. Ja. Je kreeg eigenlijk een script toegeschreven van dit is wat je moet gaan Klopt. zeggen. En et cetera. Dus je Klopt. was eigenlijk een presentator, maar je moest elke keer overleggen met de producent. Klopt. Right? Klopt, ja. helemaal ja. goed. Hoe je nu ja. zegt, Ja. ja. Ja, een van de afleveringen wat me bij is gebleven is nu met die pook. Ja. Ik had 2,5 uur de tijd. Ja. Want we hadden tijd, toch? Tijdslimiet. 2,5 ja. uur met pook. Ik heb dan tal 4,5 uur erover gedaan. Ik kon niet. Elke ja. keer wanneer ik zijn kop zag, moest ik lachen, broer. Weet <laughs> toch? Bijna. <Banken>. <laughs> maar die man is ook echt gestoord. Hè. Ja. Hij is geestelijk en lichamelijk gestoord. <laughs> hij is niet 100%. Nee. Mensen denken dat het een acteur is of nee, hij is gewoon zo. Je weet ja. toch, hij is gewoon gek. Maar hij is moeilijk om met zo iemand te werken, je weet toch? Ja. Maar nu, 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 nu is het anders geworden, toch? Nee. Nee, nog steeds. Nee, nu is, he? het <laughs> <laughs> is het nog erger. Is het nog erger met Is het erger met jou of is het. Want als ik hem zie. Ja, ik weet niet. Als ik hem zie, dan kan ik altijd gewoon gesprekken voeren, maar gelijk ook lachen, je weet toch? Met hem is altijd ouderen, je weet toch? Ja, hij weet jou gewoon te pakken. Dat ja, is het. Hij, is echt een, hij is echt leuk, Pook. Ja, ja, echt ja. een goeie. Ja. 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 Sick man. Zeker, ja, je, je, je hebt best wel heel veel avonturen beleefd eigenlijk. Klopt. Want, um, hoe, um, um, kijk, um, nu, in de tegenwoordige tijd. Ja, ja we, we leven nu op social media, gecombineerd met Spotify. Um, artiesten brengen muziek op Spotify, maar uh, promoten het veel via social media. Klopt. Vaak zie je waarschijnlijk wel nieuwe artiesten. Klopt. Is het zo dat jij dus nog steeds zeg maar, een soort van estafette krijgt? Dus dat mensen, zeg maar, hè, uh, een persoon die, ja, waarmee je dus nu contact... Je noem maar dus een keizer, ja? Keizer is goed connected met een artiest als bijvoorbeeld... Dit is gewoon een voorbeeld, ja, dit ja, is ja, ja. niet de werkelijkheid. Chip Charles. Ja. Is het zo dat keizer tegen jou zegt van... Hey man, Chip Charles wil je in contact komen met jou of sluit jij in hun DM? Of slijten ze in jouw DM? Ik ga jou eerlijk zeggen, er is een nieuwe opkomende. Ze de Kulas en Blakka. <laughs> yes, shout-out naar 90 Broer, ja. ik kende ze niet, hè? En ik heb nu tegenwoordig een tourmanager, Euderik. En ik SO naar hem. Hij zei, je moet ze boeken. Ik zei, oké. Okay. Toen ging ze gewoon DM'en. Toen ging ze DM'en. Ik zei, we moeten showtjes gaan doen, broer. Hun zijn echt hot, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Hun hebben een heel rit uitverkocht, broer. Is toch ongelooflijk? Terwijl ze nog maar opkomend zijn. ja is toch niet normaal. Tegenwoordig is dat toch wel possible omdat hangt er vanaf man hoe goed je bent. Denk ja. jij? Ja, met alle respect voor een Chip Charles of voor iemand anders die opkomend is. Ja. Ja, tegenwoordig die kids willen echt, je weet toch, gangsternummers hoor. Je weet toch, echt van die gangster rappertjes. Ja. Ik vind dat muziek niks hoor. Ik ken geen één nummer van Culassen en Blakken, geen één. Maar ze zijn zo hot en iedereen wil ze zien. Dus ja. daarom boek je ze ook, je weet toch? Ja. Maar maak je dan soms niet zorgen om de jongeren? In wat voor zin? Nou ja, goed. Uh, er zijn <tie> sommige mensen die laten zich. Ik, dit is niet, niet heel negatief bedoeld, huh. want uh, ik, ik, ik zit zelf in de muziek. Sommigen uh, laten zich beïnvloeden, je weet toch? Of sommigen ja, gaan. Op maar gegeven dat moment... soort dingen moet je niet al te serieus nemen, want je, je weet toch. Je ziet soms van die gangsterjongetjes moet je niet al te serieus nee, nemen. Nee, ik, ik weet ook dat je ze niet al te serieus moet nee. nemen. Maar soms gebeuren er dingen dat je denkt van. shit man, het komt omdat ze alles, alles wat die rappers bijvoorbeeld rappen, dat die kleine jongetjes het te serieus nemen. Je weet toch? Ja. Misschien wel die rapper bij zijn moeder in huis. Ja. Je weet toch? En zijn moeder nog, moet nog steeds voor hem koken. Gekke. Gekke. En, en dan de kinderen nemen het te serieus als hij zegt: ik ga, ik ga iemand uh, doodschieten of ik ga iemand shooten. Ja. Je moet dat niet al te serieus nemen, ja. man, Want wat ik dus net benoem, want ik, daarom zeg ik jongeren. Je bent ook regelmatig te vinden bij jongerencentra. Klopt. Ik werk daar nog steeds. Je werkt daar nog steeds. Ja, je, bent toch. Daar, je bent daar gewoon aan het werk. Ja, toch? Iedere maandag. Wat, 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 is, wat is jouw functie of slash boodschap? Jongeren begeleiden. Ik kwam daar eigenlijk omdat die jongeren naar me opkeken omdat ik Babak weer maakte. En ik kwam uit Deelcel, je weet toch? Ja. Dus die jongeren die kenden je gewoon. En voor sommigen was dat raar omdat je uit Deelcel kwam en je maakt weer. weer. Ja. Hun denken allemaal dat je in Rotterdam of in Amsterdam woont. Ja. Terwijl ik gewoon in fucking Deelcel woonde. Ja. Dus ja, daar keken ze van op en, en, ik, en ik was heel goed connected met die jongeren. Dus daarom ging ik daar ook aan het werk. Daarom ging je dan, er werd ja. een baan voor je aangeboden. Eigenlijk. Ja, ze ja. zeiden van voor wat kom je niet. Is gewoon vrijwilligerswerken. Ik krijg een 0,0 voor betaald, Ja. Ik, ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind om het te doen. Ja. En wat, wat is dan nou de specifieke uh, redenen dat jij dit bent gaan doen? Want heeft dat te maken met omdat uh, uh, je bepaalde dingen in je eigen verleden hebt gezien? Of, of, of? Oh nee, dat niet zozeer. Het ging me meer om dat die jongeren. Iets van je gingen opsteken. Je weet toch dat die jongen naar je opkeken. En, ja. en dat ze bijvoorbeeld. Activiteiten met je gingen organiseren. Ja. Dat vonden ze echt leuk. Ja. ja. Dat je actief was met ze. Dat maar, vonden ze echt leuk. Uiteraard komen ook wel eens die vragen van. Hey man. Uh, hoe. Kun je met dit connecten of kun je dat of zes zo. Heel vaak, tuurlijk. Heel vaak. Hé hey, Boba, kan je niet een uh, foto'tje regelen. Met Kulla's en blakken. Hé. Hey, geef me een paar vrijkaarten. Je weet toch. Maar het is je werk, je moet wel serieus zijn. Je, je, als er nou op straat was, had ik wel anders gereageerd dan wanneer je op je werk bent. Ja. Je kan niet altijd een clown gaan uithangen op je werk. Nee, je houdt dus die dingen vanzelf. Miljoen, miljoen procent. Miljoen ja. procent. Ja. Maar dat moet ook, bro. Anders, <tus> uh, anders ga je als een clown zien daar. Je toch? Ja. En, maar als ik zo hoor, je bent dus een presentator, dat is een van je werk wat je doet. En je bent jonge werk. Doe je daarnaast nog ander werk? Of? Ja, mevrouw verzorgen. Ja. Dat zie je toch niet als werk, keel? Jawel man, dat is de zwaarste werk wat er is. Ja? Ja man bro. Wat is er zo zwaar aan? Gewoon, iedere Want ochtend. Want ik voel hier een onserieuze takkie. <laughs> uh, iedere ochtend, ja, iedere toch... ochtend ontbijt op bed brengen. Ja. Doe jij dat wel voor je vrouw? Ik doe dat wel ja. Hoe vaak doe of, je dat? Nee, ik doe dat niet. Nee, ga je open kaart spelen. Ik, ik heb het gedaan. Wat een slechte ben jij. Hoe ja. vaak deed je dat per week? Niet vaak. Twee keer per week? Nee. Oké, okay, we zijn uitgesproken, ja. Volgende vraag. <laughs> <laughs> Volgende vraag. Nou, nee, oké, okay. je bent gelukkig met je vrouw, daar komt super het op neer. Gelukkig. Ja, is ja. de mooiste op aarde, man. Is ja. <clears throat> en, um, nou, dat maakt dus blijkbaar dat maakt je ook gewoon super gelukkig. Geef ja, tuurlijk. Ja, energie. Tuurlijk, als je een vrouw, je weet toch, als je een serieus vrouw die je hebt staan, Je weet toch, is, is goed, man. Ja, ja. Ik had dat nooit zo beseft, toch? Je weet ja. toch. Is belangrijk. Is erg belangrijk voor me. Ja, ja want... Um, laten we even... Um, laten we even in, in die takje zetten. Jongeren, dat is oké. Okay. Daar dat hebben we dus wel wat uh, over gesproken. Maar laten we even hebben over negativiteit. Over hoe oh shit? Negativiteit? Ja. Over wat wil je? Ik heb negatief negativiteit. Hoeveel haat heb jij wel niet binnengekregen? Oh. Hé, hey, soms werd hij gewoon emo, hè? Belde ik Sherlock op, pakte ik mijn telefoon, zei ik: Sherlock, mijn moeder wordt uitgescholden. Hij zegt: Bobak, kijk niet naar die comments. Nee, maar ik bedoel, ook als MC word je daar ook wel eens op. Nee, gehad? want ze echt, ik zweer het je, er is nog nooit iemand recht in mijn gezicht gekomen en die zei: Bobak, je maakt een kutprogramma, of je bent een slechte MC. Nee, of je, nee is, nog, is dat bij jou wel eens gebeurd? Eerlijk. Nee. nee. Maar ze durven dat niet, hè? In je gezicht nee. te komen zeggen: Maar je, je, weet dat, je hoort het wel. Je hoort het wel, of niet? Hoe bedoel je? Heb je wel niet gehoord van... ...hé man, deze MC Ze Ze zeiden wel... ...vroeger gingen ze me uitlachen. Natuurlijk. Maar je weet toch, als je... ...als je op een gegeven moment wat ouder wordt... ...en wat serieuzer wordt dan... ...ze denken, hé... ...Babbo gaat al zo lang mee. Ik kom gewoon soms Antillianen tegen... ...die al 60 zijn... ...die vroeger kwamen naar de Palace Groningen. Die nog steeds weten wie je bent. Die nog steeds een s je gooien van... ...hé, je bent echt goed bezig, man. Je weet toch... Ja. Maar haat... Ja, haat hoort er ook bij, man. Haat is, de, is, de, is ook een liefde, toch? Ne, ja, man. Ja, man. Dat ja. sowieso. En negatief zei je altijd... Haters moet je knuffelen. Ja. Daar heeft hij wel gelijk in, man. Ja, en dat heb jij tot heden gedaan. Ik heb nog nooit een haat recht in mijn gezicht gehad. Ik zei van... Babak, je bent een slechte MC. Ja? Slechte presentatie Laten we afkloppen. Jeetje. Hé, maar Ik vind je wack, man. Mijn niks zei man. Ik vind je whack, excited, ik vind jou ook nep. Kutselig. Ik, ik vind je keihard, man. Ja. Oh, thanks, man. Serieus, ik vind je echt, mag ook even gezegd worden: ik vind wel dat je echt goed bezig bent. Ik ken wow. je van Wayback, broer. Ja. Je weet toch, je staat op de ja, bevrijdingsfestival. Je weet toch, je doet het wel gewoon, broer. Ja. Je Weet toch? Is wel veel hoofdpijn, maar je doet het wel gewoon. <laughs> ja, ik heb het uh, met heel veel plezier gedaan. inderdaad. Ga je dit jaar weer doen? Um, dit jaar. Oh. Nee. Uh, waarom niet? Um, ik dat niet... heeft nog wel wat, wat, wat specifieke redenen. N wat ik nee, je moet het hè. gewoon nu gooien, broer. Waarom nee, precies? Nee, nee, waar het op neerkomt... Uh... Ze, ze willen je niet paaien. Dat heeft wel een beetje... Klootzakken. Natuurlijk, beetje, nou, ja, ik zeg geen klootzak. Ik ben, ik ben sowieso dankbaar dat ik zeker wel voor een paar duizend man heb gestaan. Nee, uh, maar ze moeten je gewoon paaien, fucka. Hey, oh, voor nee, niks gaat er zon op. Je moet je kinderen eten geven, nee, toch, is, broer? er is altijd gepeet, hè? Oké, okay, nee, gepeet. snap ik. Maar alsnog... Maar hoezo staat je dit jaar niet? Daar wil ik wel even over praten. Oh ah, ja, je. nou ja, oké. Okay. Laten, we, laten we daar, laten we daar uh, inderdaad nog even over, uh, over hebben. Ja? Um, totaal andere setting. Um, heeft wel met meerdere, uh, meerdere uh, factoren te maken... waar ik uh, op dit moment niet te veel over los wil laten. Okay. Maar een van de dingen, natuurlijk, financiën speelt ook een rol. Weet je, want het wordt gefinancierd vanuit de overheid. Ja. En Elk jaar wordt er wel gekeken van, oké, okay, cultuurbezuiniging... Uh, er is dit, er is dat. Uh, te veel gedoe. Maar uh, meestal voordat de event van, uh, van start gaat, dan krijg je altijd te horen of je daar staat of niet. Dus elk jaar was het echt knijpen. Maar, uh, okay, en wie gaat het dit jaar doen? Ik weet niet. Dat zullen we wel zien. Dit jaar, uh, uh, to tot heden, is er nog niks aangekondigd. Oké. Okay. Maar, maar uh, wat eraan gaat komen, weet ik ook niet. Nou, ik hou mijn hart al vast. <laughs> oh, in het positieve niet yeah. in het Ja, yeah, yeah. dus, uh, dus, uh, Ja, elk jaar uh, was het wel. Was, maar was je deed wel... het echt tof, man. Ja, thanks, man. Ik zeg je eerlijk, je deed het echt tof, man. Serieus. Ja. Is wel iets, je weet toch, is veel publiek. Ja. Toen ik vroeger een nieuwe attraction deed, was veel publiek. Ja. Broer, was niet normaal. Ja, en nu, zie je het, nu Nu zag je het ook wel weer terug een beetje. Maar dan. Nieuwe Attraction had meerdere stages, hè? Klopt. Ja. Oh ja, dit is natuurlijk maar één urban stage. Ik weet nog. Met Pook, weet je dat nog? Bevrijdingsvestiging. So, Met Pook. Je, je was gewoon de beveiliging van Pook. Ja, toch? Ja. Niemand raakt Pook aan. Ik maak jou nee. dood. Nee, heb je ook factuur gestuurd naar Roger? Ja, tuurlijk. Oh, shit, nee. Eh, uh, shit, ik moet nog factuurtjes sturen. Nee je ook? Roger, ik kom naar je toe, man. <laughs> ja, ja hij was gek, gek. hè, die ja, dag. Ja, die was gek. Hij is twee keer gekomen, hè? Hij was uh, 2018 gekomen. Echt? Ja. Was jij er ook bij, toch? Nee. Ja? Nee. Jawel, je was erbij. Nooit. 2018 was je erbij? Ja. Huh? Met Poke? Ja. Ja. Okay. Ja, klopt. Was met SFB en Dyna. Nee, maar was met Frenna en Dyna. Ja, klopt. Ja. Je gelijk. Ja. Wow. Dat was ook een hele gekke, gekke... De gekste wat ik mee heb gemaakt, bevrijdingsfestival, ik denk dat je me, met me eens bent, was wel met Mr. Boef. Oh. Toen die dranghekken, weet je dat nog, broer? Toen er gratis water werd uitgedeeld. Ja. Acht ambulances. Bro, dat was een. Uh, <tie> ik weet waar je naartoe wil gaan, want boef uh, kwam wat later. <laughs> ja. Het was net. Het was net alsof je. Um, het was net alsof je. Uh, naar een cassette. Ik heb vroeger. Ik heb cassettebandjes thuis, hè? Serieus? Nog uh, van Michael Jackson en zo, die concert. Dat mensen helemaal onwel waren voordat Michael Jackson steeds kwam. Koude zo, hart. Zo'n zo, zo vibe was het daar met die boef. Okay. Weet je dat mensen helemaal. Ik uh, niet flauw, vielen, maar in één keer denk ik. Heb, zouden... Ik heb wel een paar mensen flauw zien vallen, man. Ik zeg ja. jou, eerlijk bro. Ja. Was niet normaal, hè? Boef was ook in shock. Ik weet nog, als ze dag van gisteren, hij zegt tegen mij: Bobak, wat doet ME hier? Wat doet politie hier? Hij was helemaal in shock bij zijn auto, hè? Hij had die, bro, hij had die niet meegemaakt. Nee, 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 nee. Het was echt ik denk, eng. Ik denk, want hij was destijds, in dat jaar was hij super trending. Klopt. He, uh, zijn vlog was echt onopen levels. Yeah. Um, daarnaast was hij net getekend bij Ali B voor uh, spec, voor management. En uh, hij bracht net zijn album volgens mij uit, zijn debuutalbum. Zou best kunnen. Ja, ja, zijn debuutalbum. Okay. Uh, en dat was in dat jaar vlak aan het einde van het jaar dat hij nog zei dat hij miljonair werd. Ja, dat was dat jaar. Oké. Okay. Ja. Dat Want dat goed, dat... uh... dat dat... Ja, de... goed op de hoogte jij. Ja. Ik ben nog meer goed op de hoogte dan jij. Ik verbaas nee? me gewoon. Wallah, ik weet echt niet meer. Jeetor. Je ja. Nee, dat was dat periode. Man. Okay. Ja, ja. Dat was, was een deze... gek huis, hè? Sjaak stond daar ook nog. leuke kleine, ja. Sjaak ja. kwam nog met zijn auto. Met zijn ja. eigen autootje. Ik weet dat nog? Ja, met zijn kind. Met zijn kind en zijn vrouw. Ja. Ja, ja, man. Ja, Zikke. <laughs> echt zikke. Ja. Wat Boef wel niet heeft gedaan. Vraag mijn nef op. Ja, toch? Ja, toch? Ja, toch? Maar 100. Um, ja, uh, haat. Haat, dat yeah. is iets wat, wat het moeilijk is om. Te... Maar heb jij wel eens haat gegooid naar mensen? Had jij wel eens. Was jij, was jij wel eens. Ja, ja, hier wil ik. Hier wil ik. Hier wil ik met jou naartoe gaan. Ik weet dat. Want als jij een MC bent. heb je te maken met concurrenten. Heb je te maken met plekken waar je hebt gestaan. Um, <laughs> ja, jij bent de man. Dus als MC's zijnde, maak je natuurlijk ook wel eens mee. Dat je even bent gaan haten op andere mensen. Ik bedoel, niet haten, maar... Andere dat... MC's bedoel jij? Andere Maar MC... er is toch geen betere dan mij in Groningen, broer? Waar praten we? Nee. Ik heb... Heb ik haat? Heb jij? Ja, ja ik vond het wel heel vervelend, bijvoorbeeld. Dat Promario wel eens staat ergens waar ik ook... Promario heeft nerg... Wacht even. Ik ga je goed... gewoon eerlijk nu antwoord geven. We zijn man tot man. Jij hebt nog nooit eerder gestaan waar ik dacht... Ik wil... <coughs> Veut Oh ja! Ve ja, maar feudrachten. Uh, ik kan daar Ja, feuidrachten. ja. Maar moet je daar per se een haat voor hebben? Die discotheek was niet zo groot als jouw woonkamer, broer. Moet je daar per se een hebben? Jeetje, toch? Het was leuk om te staan. Maar voor dat geld... Nee, man. Nee. Nee. Deed jij nee. het voor het geld? Eerlijk? in feudrachten? Nooit. Nee. Oké, okay, dankjewel. Ja, ik kreeg ja, wel een ik, leuke gage, maar... Echt? Ja, Hoe oh, kreeg je meer dan? We gaan zo even die gastje bespreken. <laughs> <boos kan> je. <laughs> maar ik zeg jou wel eerlijk: ja. ik haatte wel als organisaties andere MC uit andere stad gingen boeken die hier niks. Want je weet toch, je wou zelf in je eigen stad staan, je gunde niemand. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, op een gegeven moment, dan weet Groningen ja, ja. Bijvoorbeeld sommige organisaties zijn real met je, die veranderen ook niet van een MC. Je weet toch? Die denken Bobak is en blijft. Ja. Maar sommige zijn van die flikkertjes die dan gaan schakelen. Ja. Ik ga verder geen namen noemen, weet je weet toch? Maar er zijn van die flikkertjes die gaan schakelen en dat, dat is niet fijn. Hoe, hoe was het voor jou? Want wat, 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 wat? wat Ik was de... boos broer. Ik denk, wat de fuck ga jij een MC boeken terwijl je babak hebt? Ja. Je weet toch, ook nog buiten de stad, hè? Ja. Bijvoorbeeld iemand van Amsterdam, ga je hem boeken? Ik kon daar niet tegen, broer. Nee. Maar dat was wel een paar jaar geleden nu, denk ik, ja. ja. Maar, ja. Maar, nooit, maar nooit, zeg maar, gehad op Promario? Nooit, als MC Zo, Nooit. Alleen toen hij in feuderachter stond, toen had ik hem echt. We gaan zo over die gage praten, broer. Want ik heb het gevoel dat ik ben verneukt daar. Dus we gaan ja? zo... Hoeveel Bro, kreeg je? Hoeveel kreeg je? Dat ga ik niet zeggen. Je kan gewoon live zeggen, broer. Nee, dat ga ik niet live zeggen. Meer maar... of minder dan twee barkie? Meer of minder? Hey, we gaan niet op die gidswilderspraktijk <laughs> zitten. <hè>. Meer <laughs> of minder? Nee. nee. Nee, maar even zonder gekkigheid. Ik had wel ja, mijn had avonturen had, gehad daar, hè. Serieus, hè? Eerlijk? Ja, man. Vertel eens. Um, ik weet nog wel dat ik uh, B-Day Bash uh, moest uh, MC'en. Toen moest Lijpen Ismo. Dat was echt Lijp. Was ik, ik was daar niet Nee, je was daar niet bij. Alleen, was Mustafas zijn verjaardag bedoeld? Het was Mustafa's je? verjaardag. Alleen, ja, Mufasa, Mustafa. <coughs> Shout-out <coughs> naar Mustafa. Uh, uh, de uh, goede pizza bakken van Friesland. De beste speelriepsmaker, toch? Ja ja ja, 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 ja. Maar... Dat was echt een avond. Ik zat me de hele tijd te visualiseren. Lijpen in een discotheek. Begrijp je waar ik naartoe wil gaan? Want Lijpen is een storyteller. Laat me dit zeggen over Lijpen. Lijpen vind ik sowieso een harde rapper. Ja? Ik pomp zijn tunes als een malle. En heel eerlijk, Lijpen moet gewoon concerten geven. Maar dat heeft hij toch laatst gedaan? Ja, dat heeft hij laatst gedaan, inderdaad. Hoe was het? Heb je daar iets van gezien? Nee, mee? ik heb alleen maar beelden van gezien. Het zag er gewoon strak uit. Toen had ik zoiets van... Dit is wat ik meer wil zien okay. van hem dan in discotheken. Oké. Okay. En um, ik weet niet, in, in de veu ging, ging het wel kwijt of zo. Ja? Maar ik had echt zoiets van... Hé hey man, die tunes die jij live doet, die had ik toch wel graag daar willen horen. Bij oh, een Simplon, ja, bij een Oosterpoort. Snap je wat ik bedoel? Ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Maar lijpen is ook niet gemaakt om in een discotheek te staan. Nee. Je weet toch, soms worden artiesten geboekt in discotheken. Ik zweer het, ik heb één dikke lof voor winnen. Maar winnen wordt soms in discotheken geboekt, denk ik. Deze man moet in Martini Plaza staan in Oosterpoort. Ja. Wat doet hij in godsnaam in een feudracht? Heeft hij daar gestaan? Ja, man, ik heb hem zelf daar geboekt. Hè. Ik ga je wel eerlijk zeggen, winnen is keiharde. Ja. winnen is keihard. Ik heb hem zelf daar geboekt omdat ik echt fan ben van hem. Jee toch? Ik vond hem keihard. Maar zijn muziek is, is voor Oosterpoort. Is perfect voor Oosterpoort. Je moet een broederliefde of een SFB of een heel kleine Ronnie Flex, dat soort kijkers moet jij inzetten ja. ja. in discotheken. Ik weet nog wel dat jij uh, winnen uh, hebt gezet in rode. Wooi, joh. Dat jij naar mij toe bent gegaan van hé, hey, maar hoe is die guy eigenlijk? Echt? Ja. Hoe lang geleden? Dat is. Uh, die discotheek is nu afgefikt, toch? Die bedoel jij toch? Klaas Prime in Rode, ja, toch? Ja, Klaas Prime in Rode. Classic shit. Um, dat was volgens mij in 2008. Wow. 2008, 2009. Echt? Wow, ik voel me heel oud nu. Jij vroeg aan mij, terwijl ik echt met mijn hoofd zat te kijken van... Wacht eens even, jij hebt Win al eerder aangekondigd en dat was bij Kikken Festival Nieuwjaarsdag. Lopro stond daar, Black Shadow. Oh ja. ja. Toen het zo hard ging sneeuwen en toen ik problemen kreeg, die avond. <laughs> ja, laat je verder niet erop ingaan. Maar ga maar door met je vraag. Ja. <laughs> ja. Dat was ook allereerste kennismaking met Vijs trouwens, voor mij dan. Echt? Ja. Okay. Ja. ja. Lange tijd, man. Twaalf jaar geleden. Jezus. Ja. Ziek, ja. hè? Echt zeker hè? Ja. Met Vijs. Ja, maar, ja, maar ook sowieso uh, dat ik die jongens allemaal heb gezien. Um, ik heb al eerder gezegd in een podcast of waarschijnlijk in een show. Zijn verlies staat me nog steeds bij, man. Elke keer als het. Kijk, dit jaar gingen we het nieuwe jaar in. Ik had een mixed-up feeling. Ik weet niet hoe jij ermee zat, maar. Bro, ik ga jou eerlijk zeggen. Vice ik heb hem een paar keer ontmoet. Ik vind hem een hele aardige jongen. Ja. Maar wat ik raar vind, is dat wanneer mensen overlijden, dat ze dan echte liefde kregen. Ik zag berichten van artiesten en van rappers die nooit naar Vijs omkeken. En opeens sturen ze een bericht van, Hé hey man, gecondoleerd. Dan moet je er ook zijn wanneer die man leeft. Je weet toch? Ja. Ik vind dat heel vervelend, heel irritant. Het is, het is irritant. Is heel, oh, ik kan me daar zo aan ergeren. Maar weet je wat het ook, weet je wat het ding is? Kijk, nou? als een ander zeg maar vertelt over een, een artiest, ja, ja die, die super creatief is en die super tof is, ja. Um, een ander kan een, een, een heel verhaal vertellen. Ik ben bijvoorbeeld een grote fan van winnen en een grote fan van Vice. Stel, er gebeurt iets. Jij kan iets posten... waardoor jij een ander beïnvloedbaar kan maken... om zo'n artiest te kunnen respecteren en te kunnen eren. Klopt, maar dan moet je hem ook respecteren en eren toen hij nog leefde. Jij toch? Ik zag sommige posts dat ik denk, hè? Ja, maar soms moet je daar ook niet druk om maken, man. Oh, ik kwam me daar echt om stressen. Ik zeg jou eerlijk, hè. Nee, maar... Want de klap komt hard. Snap je? Het is, het is gebeurd op een feestdag. Ja, die, die was echt heel hard. Die kwam nog harder aan. Die was echt Doordat hard die hard. nog harder aankwam... is de bereik niet zoals hij dat uh, 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 wou. Klopt, man. Uh, Zoals hun de hele familie uh, wou. Maar het was meer van... Hé, hey man. This shit is not done. Snap ik je? Ik vond het ook Overal zo... Overal algemeen moorden plegen mag nooit. Nee, nee. Dat absoluut niet. Nee, man. Dat helemaal niet. Nee. En vooral... Ja, ik vond Fijs echt een hele aardige jongen, je weet ja, toch? Ja. Ik ken hem helemaal niet hoe jij hem kende. Hè? Ik heb hem een paar keer gezien, een paar keer Groningen. Ik gegrond. ken hem ook niet zo diep of zo. Oké. Okay. Maar ik heb hem... Ik heb hem uh, maar twee keer in gezien. In Groningen, elke keer als hij in Groningen was, ik was daar. Oké, okay, ik heb hem... Oh nee, zo weer niet, man. Ik nee. heb hem twee keer gezien. Eén keer met Hef en één keer in Groningen. Ja. Toen ja. was je er ook volgens mij, was hij in Simplon. Ja. 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 Ja, dan zijn bijna elke show waar zij hebben gestaan, daar ben ik geweest. Oké. Okay. Ja. Keihard. Ja. Ja, ja nu, nu is het gone. Maar ja, goed. Um, ja, crazy man. Want, 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 want wat staat nu eigenlijk. Uh, want we gaan nu ook gewoon de show lekker afsluiten. Proberen goed af te sluiten. We hebben het gehad over uh, jou als MC. Jou als online. Weinig over online trouwens. Uh, we hebben gehad over jou in contact met jongeren. Ook heel weinig aandacht, maar het is sowieso duidelijk. Um, wat gaat er nu. Gebeuren? Wat, 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 wat zijn de dingen gaande? Want mensen zijn waarschijnlijk nog wel super nieuwsgierig. Want je had Babak smult weer en die was in één keer weg. Ja. What's up man? Wat, wat, Wil je het wat... echte verhaal horen? Ja. Want, hey, wat... hey, maar ik weet niet of ik het zo... Maar ik ga het gewoon vertellen. Je weet toch, ik heb schijt. De regisseur, die het organise... die het or... de regisseur die het maakte bleek met zijn handjes niet thuis te kunnen blijven en Daar komt het op neer. Ja. Ik ga daar verder ook niet op in. Die man is opgepakt. Zit volgens mij nog vast. Je weet toch? Ja. Toen is dat pst, kapot gegaan. Ja. Ik ga binnenkort beginnen met Blokbars. Je gaat daar weer terug? Ja, ik ga weer terug naar Blokbars. Er zijn nu zoveel rappers. Ik moet Blokbars. Dat was echt een hele toffe programma. Na Bobak weer was dat de tofste wat ik ooit heb gemaakt. Ja. Daar ga ik mee terugkomen. En, en, ja, en ja, voor de rest... Uh, Alleen maar hosten en MC'en, man. Ja. En artiesten wegboeken. Dat is wat ik ga doen. Maar ook Babak Eet Alsof het zomaar weg was. Want wat was daar gebeurd? Was het omdat jullie op een gegeven moment dachten van... Oké, okay, we zijn uitgegroeid? Ik ga jou eerlijk zeggen, ik weet het niet eens. Nee? Nee, ik zweer het. Nee. Ik weet het niet. Maar dat was echt een gruwelijke programma. Ja, Niemand maar... had het. Je weet toch, ik ging maken het. En toen kwamen een paar van die irritante... We hebben een artiest genoemd die ook komen zo'n programma kwam, Ja, precies. Dus je weet toch, iedereen ging opeens Bobak na doen. Van ja, wij gaan ook koken met de rappers, maar niemand was zo leuk als die van mij. Want ik was puur met die artiesten. Ja. En de rest is was allemaal opgenomen en dit en zo. Ik ja. was puur met de artiest. Ja. Ja. En, en, en ja, nog steeds hosten MC en je voor DJs en in discotheken en zo gaat en, nog steeds door. Ik heb ook wel eens gehoord dat je poko kan maken. Volgende wow. vraag, volgende vraag, volgende vraag. Ik heb een pokoe van je gehoord, trouwens. Echt? Hoe ging die? Zing even, stukje. Ja, weet ik veel. Hoe gaat die? Iets met ja. uh, ja. bobbeling. Danst die bobbeling? Ja. Ja, toch. Ja, dat zit er ook. Ja, Kijk, weet je wat het is? Als rapper Shorts het kan, dan kan ik het toch ook. Ja. Ik ben toch niet minder dan een rapper shorts. Nee. Dus wanneer hij kan rappen, wel een beetje autotuner erop gooien. Ja. Ik ben er. Ja, ik ben wel bezig met een pokootje. Hij is ik ga jou eerlijk, ik vind hem echt hard. Ja. Waarom nu pas Nou, weet ik veel? Weet ik veel? Jaar. Het begon als een grap. En een, en een mattie van me, die ging die tekst schrijven. Hij zei: Bobak, ik wil dat je nu gaat rappen. Hij gaf me die tekst. Ik heb het echt waar wel dertig keer opnieuw moeten doen. Omdat ja. ik helemaal geen feeling daarvoor heb. Ik kan ook niet rappen. Ik ben ook niet gemaakt om te rappen. Je weet toch? Hoe lang zit jij eigenlijk in de game? Sinds ik, me, bijna twintig jaar. Hè? Mee, ik ben nu... 17 jaar. Ik ben nu... Ik word 35 sinds mijn zestiende. Maakt niet uit. Dat ding werkt nog steeds goed. Sinds mijn zestiende. Oh, dan zit je langer. Veel langer. Ja. Ja, dus je zit al 21 jaar. Ja, man. Zoiets. Hoi. Hoi, joh Ja, ja. Dat is ja, echt ja. lang, broer. Ja, toen had je nog lang haar. Toen had je nog een bril op. En nu ben je... Toen was van. ik nog dik. Je was ook een periode dun. Nu nog, ja, 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 je bent afgevallen, joh. Ja, ik zou dat naar jou? Dankjewel, ik wil dat ook. Hoe dan? Uh, Oké, okay. uh, ja. Nee, geintje, geintje, maar <laughs> je, je bent weer je bent in shape. Ja, man, bro, sommige mensen herkennen me niet eens. Nee, ik was laatst uit eten met een vrouwtje en de man zegt: Hé, is dat die vlogger van YouTube? <laughs> sommige mensen herkennen je niet eens? Ja. je weet toch. Ja, bij ik moest weg, man. ik werd veel te dik, man. Ja. Sick. Sick. Ja, ja toch? Dus, uh, maar goed, wat, 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 wat zijn de verder verwachtingen, van mm. Babak? Niks, man. Ik ga nog steeds veel showtjes doen. In ja. discotheken. Nog steeds rollen met Miguel Caidel. Ja. De beste DJ van Nederland. Jouw G, hè? Hij is echt. Je kent hem al vanaf uh, in de paplepel, je, man. Ja, man. Toen hij rapper was, Red Ice. Ja? Red Ice heette ze. Ja, in Assen. Sick. Ja, man. Hij ja, zegt man, altijd: ja, Babak is een lieve man. Ik hou van hem. Miguel is mijn schatje. Ja? Yeah. Yeah. sick man. Maar wat, wat, wat. Dus verder kunnen we alleen maar van jou verwachten pokoes online. En... Wanneer komt die poko? Man? Gooi een datum. Goeie ik ga datum. zeggen deze zomer. Ga die videoclip. Gaan we die opnemen? En dan ga ik hem echt gooien. Hey, ja. hey. Ik wil jou echt zien, man. Ik denk dat het echt een foute outfit wordt, volgens mij, of niet. Waarom? Waarom zeg je zoiets? Ik weet niet. Oh. Van die pokoe die ik heb gehoord, zeg maar. <laughs> dat moet sowieso babak met een Hawaii broek. Ja, nee. en dan? Nee, wat? <laughs> wacht We met een Hawaii broek, ja? Gucci bro. Ja, en, 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 en wat staat en, er links van me? Een vrouw. L rechts? Kijk uit met wat je zegt, hè. En Nog een vrouw? Voor? Voor? Um... Shisha, shisha, shisha. Shisha. Ja, Shisha nog steeds? Ja, mijn broer. Ja? Ik moet er ook mee stoppen, maar ik kan dat niet, man. Ja. Nee, man, maar we hebben, we hebben veel gelachen. We hebben, ja toch. We hebben goed Was gesprekken. gezellig man. Was gezellig. Thank you for coming. Jij bedankt dat ik mocht komen. Ja, wil je nog wat zeggen tegen mensen thuis? Nee man, blijf jezelf trouw. Vergeet nooit waar je vandaan komt. Het is belangrijk. Ja. En wees een man. 100 Ja toch. Ja man, babak. Thanks man. Salmanian. Ja, Salmanian. <laughs> Hoe zeggen dat in Iranese? Salmanian. Ja? ja Gewoon toch? zo. Gewoon... Ja man. Het klinkt zo Nederlands man. Echt? Kiel. Ja man. Spreek eens mijn naam uit, voornaam? babak, oké, okay, maar je cool. hebt ook mensen zeggen babak, <laughs> maar dat zijn die anti's, dat zijn die anti's. of babak, babak, ja, dus nee, hoe zo. spreek je dat officieel uit? babak, babak, ja, bijna goed, babak, babak, zie je, dat is ja. toch een verschil toch? is een dikke verschil man. eigenlijk moeten mensen je zo gaan benoemen in plaats Echt, van, hè? ja, maar serieus ja je bent al je bent al gewend maar normaal moeten eigenlijk moeten mensen jou op zo'n manier gaan benaderen je hebt helemaal gelijk man broer ja maar, ja. maar, maar achternaam Sal, Salmanian dat Salmanian blijft Salmanian daar kan je niks aan veranderen broer. nee, nee man oké okay. school hey thank you voor jij bedankt man hè? ja hey mensen thuis blijf abonneren uh, keep streaming. the streaming de balance podcast my name is pro mariel I'm signing off Ho!